Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Thermé 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays. Kan je daar al iets meer over zeggen? Heerlen valt sowieso af, want dan ik doe de dag erna San Sebastian, dus dat kan gewoon programmatisch niet. Ja. En Maastricht, ja, ik hoop van harte dat ik er kan rijden. Ik kan me niet voorstellen dat zou eeuwig zonde zijn als ik daar niet kan rijden. Ja. Alleen, we hebben natuurlijk, er stond al een artikel inderdaad op jullie site, Maastricht heeft gewoon een heel klein budget. Dan heb ik de vraag gekregen van, ja, kun je niet voor de helft rondrijden? Want ja, natuurlijk ligt mijn prijs nu na de Giro heel erg hoog. Ja. Dat is wel een probleem. Want als ik voor de helft ga rondrijden in Maastricht, wat doe je dan? Want ik heb al 5 andere KTM's die ik ga rijden. Die betalen wel die prijs. Ja, die gaan niet blij zijn als ik voor de helft rond ga rijden in Maastricht. Die zeggen volgend jaar ook van, ja, hey, Dumoulin, wat is dat hier? Jij gaat zomaar ergens anders voor de helft rondrijden. Dus ja, dat kan ik eigenlijk ook niet doen, hoe graag ik het zou willen. Want ik zou prima voor de helft willen rondrijden, maar ja, dan snij ik mezelf in mijn eigen vingers. En dan is een andere oplossing overal voor de helft gaan rondrijden. Maar ja, dat hoeft ook weer niet. Daar heeft hij natuurlijk ook gelijk aan. Maar ik denk ook, weet je, wel zo'n mooie, prachtige stad als Maastricht. Ah, er zijn toch wel een paar ondernemers te vinden die Dat snap ik dus ook niet. Er zijn heel veel hele kleine dorpjes waar die criteriums worden georganiseerd. En die hebben, ja, zeker voor nu dat ik natuurlijk, ja, er is vanuit sommige criteriums iets meer budget nodig. Die zetten hun schouders eronder en die werken met veel. Nou, Maastricht zou dat natuurlijk ook met alle liefde doen als het budget. Ze hebben gewoon een budget niet. Mm-hmm. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat een stad als Maastricht dat niet voor elkaar kan krijgen met Hij rijdt ook in de profronde van Tiel. Hè? Ik ken die mensen daar toevallig, want ik kom daar vandaan. En toen zeiden ze, misschien kunnen we Tom Dumoulin halen. Ik zeg, maar dan moeten we dat gelijk doen. Ze zeggen, Jacob, dan moet jij bellen met de hoofdsponsor van Tiel. Dat heb ik gedaan. Duurde 1 minuut. Oh, wacht even. Eigenlijk moeten we nu de organisatoren zeggen, je moet Jacob bellen. Die regelt dat binnen een minuut. Nee, ik kon er zelf niet regelen, maar ik heb tegen de hoofdsponsor gezegd, de winnaar van de Ronde van Italië. Zo'n prachtige mens. En die heb jij aan de stad. Nou, die hoeft er niet meer lang nadenken, hoor. Die zegt, dat gaan we regelen. Voor mij is de opdracht aan de ondernemend Maastricht heel erg duidelijk. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Thermé 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays.